Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 17 juli van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een zwakke storing die over ons land trekt. Dat levert de wolkenvelden op, maar de zon schijnt ook geregeld. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 20 en de 22 graden en de wind draait geleidelijk aan naar het westen. Neemt vanmiddag toe naar matig windkracht 3 of 4 aan zee en de temperatuur stijgt naar 24 tot 28 graden. Zeer lokaal kan landinwaarts een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog, dat is vanavond ook het geval, en dan daalt de temperatuur naar 20 tot 22 graden en de wind neemt geleidelijk aan af. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het meest droog. Het wordt in de middag 22 tot 26 graden en de wind houdt het rustig. Donderdag en vrijdag zijn ook droge dagen met geregeld zonneschijn. Smiddags wordt het 24 tot 29 graden. Op zaterdag is de kans op een bui groter. Maar goed, op de meeste plaatsen blijft het droge zomerweer. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.